Igmar. En vandaag hebben we een hele gezellige Hagenees hier in de studio. Is 39 jaar oud en heeft een hele rits aan programma's achter zijn naam staan. Mag ik een groot applaus voor Dennis Weding? Yeah. Vraag 3. Precies, de laatste vraag. En Dennis Weding heeft iets bijzonders meegemaakt met zangeres Shakira. Maar wat is dat, Tony? Is dat A, hij werd nadat hij Shakira probeerde te versieren keihard op zijn muil geslagen door haar man, de voetballer Gerard Piqué? Of is dat B, hij speelde met zijn band op de bruiloft van Shakira? Of is dat C, hij belandde ooit na een avond stappen op de slaapkamer van Shakira? Cool, ik gok op C. Ja! Yeah. Yeah. maar eventjes, dit roept heel veel vragen. We gaan toch bijna naar de reclame, hè? Ik was bij de MTV Awards en ik moest haar interviewen. En dat was een soort chemie, ik kan niet anders beschrijven. En toen later stond ik op een van de VIP-feestje en daar was zij ook. En toen heb ik gedanst en toen... weet je, ik heb met haar afgesproken dat ik dat ik alleen maar in het Spaans zou uitleggen. Dus, parelas, caras, hè? Ik vind je lekker. Je bent een lekker ding. Je bent zo heet. Mijn tong ligt op mijn kin. Mooi zegt het echootje. Klap ook. Bij Igmar, karaoke bar. En Rozan, goedenavond. Hallo. Daar ga je. Praat Nederlands met me. Ja, Rozanne, wat ik waardeer aan jou. Oké. Is je improvisatietalent. Want het moet maar zo gebeuren dat je ineens live op de radio nummer moet zingen en je weet de tekst niet meer. Ja. Nee, precies. Ik vond het zo knap hoe jij dit hebt ingevuld. Ah, ja. Maar was het genoeg? Ja. Rozanne. Ik voelde hem wel. Ja. Je krijgt een punt! Ja! Overigens, altijd nog even de vraag aan Joep. Heb je nog een Expeditie Robinson vraag? Want dat is toch een beetje jouw fascinatie, hè? Dus, Ja, Joep, stel eens een goede vraag. Is het zwaarder om mee te doen aan Robinson als presentator of als deelnemer? Want jij hebt het allebei gedaan. Is dit je beste vraag? Is dit zo'n beste vraag? Nou ja, op zich. Het zou toch echt wel heel erg zijn als ik zou zeggen... als presentator, jongen, je krijgt te eten, je hebt een matras. Zwaar, jongen. Ik kan me best voorstellen dat die competitie je wel een beetje op de been houdt. Zo, dat je, als je presentator bent... Hij krijgt gewoon eten, hij mag gewoon op zijn telefoon kijken. Zo, ja, maar je weet ook, verdomme, ik moet nog 4,5 weken zo'n hutje van 3x2 slapen. Ja, maar internetverbinding is goed, je hebt Pornhub, je kan alles... Ik kan de series kijken, ik heb gewoon van alles bij me. Ik heb mijn PlayStation 4 mee. Alles doet het. Goeie vraag wel, hoor. Ja, bedankt. Ja, ik stel ook nooit meer vragen. Maar volgende week weer een nieuwe vraag. Overigens is het nu 3:10. Het programma is bijna afgelopen. Maar wij vergeten bijna het cadeautje voor Dennis. Ik ga even rennen. Ga jij even rennen? Ja, gaan jullie maar lullen. Oh. Ja, dat is ook iedereen die hier langskomt, die krijgt een gezellig cadeautje. Omdat hij is langs geweest. Dus, Oké. Hoe vond je het vanavond? Ik ben blij dat we eindelijk even een momentje zonder Joep hebben. Ja. Dat het eventjes wat... Ben je tevreden over deze avond? Ik ben heel tevreden over deze avond. Dat vind ik wel fijn. Dennis Weding komt wel steeds meer erin als gastpresentator. Hè, moet ik zeggen. Steeds meer, hij zit lekker in zijn rol. Ja, hij begint lekker in zijn rol te komen. Tijd om het af te sluiten. Wij... Love you, Dennis. High five. Nou, die hebben we met elkaar gevonden. Ja. Wij hebben als dank dat je hier was een cadeautje voor jou. Ik zou zeggen, overhandig het cadeautje. Omdat Dennis Weding hier als gast sidekick vandaag was. Man, wat de hel. Serieus? Nee, het is een award. Het is een award. Pak hem even aan, Den. Ja. Oké. Wat is het? Het is een gouden komkommer. Het is een hele vieze gouden dildo. Nee, het is de gouden pik. De gouden pik. Want we vinden jou een gouden pik. Nou, ik vind het geweldig. Ik vind het een mooie afsluiting. Het past heel erg bij deze avond. Ja, toch? Ja, het is een mooie... Ik denk, deze gaat net zo diep als ons gesprek vanavond. Goed. Bij Igmar.